De Wiepouder Poederpraat podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Outdoor XL. Welkom bij een volgende aflevering van de Wiepouder Poederpraat podcast. En ik zit hier met Rogier van Rijn. Voor jullie waarschijnlijk wel bekend dat je een van de bekendste wintersportbloggers, freeriders van Nederland misschien wel. Hij woont al jaren in de Franse Alpen. En in deze aflevering gaan we eigenlijk in van ja, hoe heb je die stap eigenlijk gemaakt? Wanneer heb je de keuze gemaakt om in Frankrijk te gaan wonen? Hoe aard je in Frankrijk? Wat toch een hele andere cultuur is dan Nederland. En ja, natuurlijk vooral van hoe is het skiën daar? En ja, hoe verdien je geld? Allemaal dat soort zaken. Alles komt aan bod. Eigenlijk is het een soort podcast. Ik vertrek, maar dan met een goede afloop. Dat vertellen we u alvast. Veel plezier met luisteren. Hier, je bent weer een keer in Nederland. Ja, eindelijk met het rotweer. Het is nu eind oktober. Normaal gesproken ben je hier voor het filmfestival. Ja. Maar ja, door omstandigheden is het filmfestival niet eind oktober, maar begin december. Dus wat mis je dit keer? Ja, dat zeker. Dat vind ik wel erg jammer. Ik zou wel graag misschien ook wel overkomen. Want ik vind dat wel erg leuk, het filmfestival. Ja. Wel erg gezellig. Echt het begin van het seizoen. Maar ja, als het begin december is, dan sta ik meestal ook op de skis. Dus... Ja, wat is voor jou, want even voor de context, vertel even waar je woont, want dat is wel een... Ik woon in de Franse Zuidalpen, in de Écrins, net voorbij Briançon, net voorbij Serre-Chevalier, wat het grootste gebied is eigenlijk in mijn, waar ik makkelijk kan komen, waar ik echt in 10 minuutjes, kwartiertje ben. En net aan de zuidkant van de Franse Alpen. Dus tussen de Kiera en de Écrin. Ver weg is het. Ver weg, het is echt ver weg. Rijden. En normaal vind ik niet zo'n probleem, maar nu heb ik ook 2 kinderen. Dus als ik dan terugrijd, dan merk ik opeens, dan is 12 uur rijden wel echt lang. Ja. Normaal als ik in mijn eentje rijd, vind ik niet zo'n probleem. Ja. Maar, hoe lang woon je nu in Frankrijk? Ik ben in 2002 eigenlijk uit Nederland vertrokken. Tenminste, sinds 2002 ben ik niet meer lang in Nederland geweest. En ik woon sinds 2003 in Frankrijk. En dus in 2002, dus dat is inmiddels 19 jaar geleden. En waarom ben je naar Frankrijk gegaan? Waarom heb je die keuze gemaakt? Ik heb niet zozeer een keuze gemaakt om naar Frankrijk te gaan, maar wel een keuze gemaakt om naar de bergen te gaan. Ik heb hier in Nederland gewoon middelbare school gedaan, de Atheneum gedaan. En daarna wilde ik was helemaal gek op bergsport, op klimmen vooral. Ik skiede nog eigenlijk helemaal niet, een beetje maar. En ik was helemaal gek op bergsport en ik wilde gewoon gaan klimmen. Dus dan had ik bedacht, weet je wat, ik wil naar Zuid-Amerika. Ik wil naar de Andes gaan klimmen, want ik had elke vakantie, ik spijbelde zelfs om te gaan ijsklimmen in de winter. Waar ging je dan ijsklimmen? Want je zat toch op school in Nederland, toch? Ja, ik zat gewoon op school in Nederland. Waar ga je dan ijsklimmen? Ga ik naar Oostenrijk. Oké. Ik ging gewoon een week weg. Ik sloeg ook wel eens een lesje over, maar dan ging ik zeg maar surfen. Maar dat de zee was 5 minuten fietsen. Ik ging gewoon een week weg. Ik had gelukkig wel een erg begripvolle mentor. Dus ik kon overal wel een beetje doorheen. We vonden het eigenlijk gewoon prima dat ik er niet was. Zo. Dus, een ideale middelbare school. Ja, een hele goede middelbare school. Oké, ga verder. Dan ging ik vooral echt voor het klimmen. En ik was echt helemaal gek op ijsklimmen. Dus het beklimmen van bevroren watervallen. En toen had ik ook bedacht, ik wil eigenlijk wel in de Andes gaan klimmen. En mijn ouders zeiden, dat is prima. Maar dat ga je wel gewoon zelf betalen. Dus toen na mijn atheneum ben ik bij Bever gaan werken. Bij de buitensportzaak. En om genoeg geld te verdienen om naar Zuid-Amerika te kunnen. En toen we naar Zuid-Amerika gingen, hebben we daar geklommen. Mooie bergwanden beklommen. En toen we daar kwamen, stortte de dollar helemaal in en we hadden net de euro. Dus we hadden veel minder geld nodig daar, want alles betaal je daar met dollars, dan dat we eigenlijk uitgerekend hadden. En toen kwam het idee, als we zoveel geld overhouden, waarom gaan we dan niet een winter naar de Alpen toe? Gewoon met dat geld wat we nog hebben. Heb ik een busje gekocht en zijn we naar de Alpen toe gegaan. En dan ben ik eigenlijk nooit meer teruggekomen. Maar je was vooral een klimmer, dus je klom heel veel. Ja. Maar je was nog niet echt aan het skiën? Nee, maar wat ik echt het allergaafste vond was het beklimmen van bevroren watervallen. En dat doe je in de winter, dus er ligt er veel sneeuw. En er is natuurlijk maar één manier hoe je makkelijk door de sneeuw heen komt. En dat is met skis. Dus ja, toen dacht ik ik moet toch een keertje gaan leren skiën. Ja, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat skiën eigenlijk veel leuker is dan klimmen. Dus toen ben ik eigenlijk steeds meer en meer gaan skiën en steeds minder gaan klimmen. En dat is eigenlijk alleen maar in die manier doorgegaan. Een tijdje lang heb ik nog bergrits willen worden. Dus toen heb ik automatisch wel nog heel veel geklommen, wat ik ook echt leuk vond. Maar klimmen kost heel veel tijd, kost heel veel investering. Best gevaarlijk.
Dus ben ik op een gegeven moment steeds meer naar, ja, naar het skiën toegegaan. Hey, want hoe oud was je dan toen je voor het eerst op de ski stond? Dat was toen ik, aan het ijs klimmen was. Was een jaartje of 16, 17 denk ik de eerste keren. Maar dat kan ik niet echt skiën noemen. Wat ik deed is, ik had dan van die hele soepele klimschoenen. Want die moet juist heel soepel zijn. Die klikte ik dan op bindingen. Nou, het had echt helemaal niks met skiën te maken. Ik weet nog een keer dat we, waren we naar de waterval toegegaan. Over een langlooplopen. Dat is echt vlak. En toen waren we daar beneden aan het skiën. Nou, dat was moeilijk, moeilijk, moeilijk. En toen kwamen er nog langlaufers ons tip geven hoe we wel beter naar beneden konden skiën. Want het zag er blijkbaar dus echt niet uit hoe wij daar stonden met onze ijsbijlen en touwen en klimschoenen op onze grote skis. Maar hoe heb je het al geleerd? Heb je gewoon les genomen? Of ja, ik heb in het begin meteen les genomen. Gewoon de eerste keer. En waar? In Pelvoux, in het kleine skigebiedje van Pelvoux. Want daar was je toen al terecht gekomen? Ja, want daar een van de redenen waarom ik in Zuid-Frankrijk terecht ben gekomen is omdat het ijsklimmen daar echt geweldig is. Een paar valleien vanuit mijn dorp, de Fournel-vallei en de Fresnière-vallei, dat zijn echt wereldberoemde valleien voor het ijswatervalklimmen. Dus dat was een van de redenen dat ik dat ik dat zo goed kende. Ja. En dat ik daar zo gek was op dat gebied. Ja, precies. En dan heb ik daar dus les genomen en toen daarna wilde ik berggids worden. En dan heb ik verschillende opleidingen gedaan. Je kan in Briançon een opleidingscentrum voor mensen die de berggidsschool in willen rollen. Een soort vooropleiding. Ja. Want de entree-examens zijn heel zwaar. En daar heb ik meerdere weken opleidingen gedaan. Ja, ja, ja. En daarna heb ik heel veel van... ik heb daar in de Alpen Sandra leren kennen. Sandra, dat is wat nu mijn vrouw is. En die heeft heel lang op de skiclub gezeten. En van haar heb ik ook heel erg veel geleerd. Ja, precies. Om er samen te skiën. Ja. Lach joh, maar even nog een stapje terug. Je hebt een busje gekocht. Ja. Wat was het voor busje? Dat was een oud Mazda busje. Echt een verschrikkelijk, echt eigenlijk... Nou, een betrouwbaar busje, maar echt, het maakte een pokkerherrie dat ding. En, koud? Ja, heel koud. Daar hadden we wel helemaal geïsoleerd natuurlijk. Een klein kacheltje erin gezet, maar dat was ook drie keer een... eigenlijk sloeg het helemaal nergens op. Een klein gaskacheltje, dat is eigenlijk ook levensgevaarlijk waarschijnlijk. En de koudste ochtend was het in de bus op mijn horloge dat ik boven mijn gang was, het min 22. En min 22 in de bus? In de bus. En dat is zo koud. Ik had theewater opgezet. We lagen in onze dikke mumieslaapzakken. Ik had theewater opgezet. En ik dacht, weet je wel, als ik thee wil drinken, moet ik er wel even uit. Dus ik had water kookt, ik draaide het uit. En ik trok mijn snel een donsjack aan. En toen ik klaar was om te drinken, dus echt de tijd om even mijn donsjack aan te trekken, lag er alweer een vlies ijs op het theewater. Dus min 22 is echt heel erg koud. Hey, en heb je met dat busje, want je vertelde net dat je in Pelvoux terecht bent gekomen eigenlijk voor die ijswatervallen, maar heb je met dat busje nog andere plekken van de Alpen in eerste instantie gezien of was het meteen eigenlijk linea recta daar naartoe? Ah, wel, nee, we zijn wel in Frankrijk, eigenlijk voornamelijk in Frankrijk gebleven. We zijn toen in de winter in de Écrin gebleven vooral, maar wel daar rondgereisd. Dus dan weer in La Grave, dan weer in de Écrin, dan weer wat meer zuidelijk. En vanaf maart zijn we toen naar Chamonix gegaan. Want ik sprak toen matig Frans. En toen was het geld op. En toen moest ik werken. En toen had ik bedacht, nou, in Chamonix kan je wel ook werken als je geen Frans spreekt. Ja. Dat klopte. Ja, wat heb je daar gedaan? Daar heb ik bij Techniek Extreme gewerkt. Techniek Extreme, dat is een verschrikkelijke winkel. Als je vanuit de Aiguille de Midi de straat inloopt, ik denk dat een heleboel mensen die winkel wel kennen, je loopt vanuit de Aiguille de Midi terug naar het dorp, dan heb je gewoon aan de linkerhand een soort klimsupermarkt of een bergsportsupermarkt. Vijf vliestruien voor €25, 10 karabiners voor €10. Echt een cheapy winkel. Maar het betaalde wel heel goed, alleen je moest wel heel erg hard werken. En daar, ik heb niet zozeer het probleem tegen hard werken, maar je moest wel 7 dagen in de week staan. En dat vond ik dus matig, want ik wilde graag klimmen. Schoot een beetje zijn doel voorbij, zeg maar. Ja, inderdaad. Dus ik heb toen wel waardig wat geld verdiend. En daarmee kon ik dus de winter erop weer heel veel skiën en heel veel klimmen. En toen die winter daarop ben ik eigenlijk echt begonnen met skiën. Hey, en hoe heb je, want op een gegeven moment besef je van, hey, weet je, ik ga niet meer terug naar Nederland. Ja, dat klopt. Nou, dat is een beetje een... dat is eigenlijk na die eerste... We waren dus naar Zuid-Amerika geweest. En daarna een winter in de Alpen. En daarna... Ik had toen een Nederlandse vriendin. En dat is die zomer daarna uitgegaan. En ik wist toen eigenlijk niet meer zo goed wat ik wilde. Wilde ik terug naar Nederland? Wilde ik niet terug naar Nederland? Toen ben ik in de herfst even terug naar Nederland gekomen. En ik ben nog een heel duidelijk moment. Eigenlijk een beetje zo'nzelfde dag als vandaag. Regenachtig, 10 graden. Ik zat in de trein. Ja, en het was echt een typisch Nederlands forense moment. Iedereen had de dag een beetje gehad. En zat een beetje zo van... Pff. En ik dacht, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ik wil niet zo leven. Ik weet niet wat ik wel, of ik het wel kan opbouwen ergens anders. Maar ik heb geen zin om in dit weer en in dit land eigenlijk zo hier te leven op deze manier. Dat past gewoon niet zo goed bij mij.
En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga het gewoon nog één keer proberen in de open. Hoe heb je dat toen gedaan? Ben ik weer met datzelfde busje naar de open toe gegaan. Die Mazda deed toch steeds? Die had toch overleefd? Ja, hij deed nog steeds. Hij start ook bij -22. Ja. En toen ben ik daar eigenlijk heen gegaan. En gewoon maar op het wilde weg naar Briançon toen gereden. Ben ik het gebouwtje van de Alpine Club ingestapt om te kijken of mensen wilden klimmen. En toen leerde ik daar een paar mensen kennen. Toen ben ik naar klimrotsen gegaan, want het was ook gewoon nog oktober, dus er lag nog geen sneeuw. En toen leerde ik steeds meer mensen kennen. En toen kon ik met die mensen klimmen, een keertje bij iemand mee eten. En op die manier ben ik eigenlijk gewoon ja, dat dorp ingerold. En daar eigenlijk blijven leven. Nee, op een gegeven moment is het busje, ben je klaar met het busje? Ja. Dat -22 TZ is af en toe romantisch, maar om dat nou iedere dag te doen, natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje een dingetje. Ja, zeker, maar die winter had ik al wel besloten om een huisje te huren. En eerst had ik een huisje gehuurd bij vrienden die gewoon een vakantiehuisje hadden. Maar die wilden ze op een gegeven moment in het seizoen ook voor veel meer geld verhuren dan ik kon betalen. Ja, toen heb ik echt het goedkoopst mogelijke huisje in Valuise gehuurd. Nou, dat was ook een heel verhaal. En toen was ik met een Franse jongen, die wilde ook een beetje, die wilde ook de bergen in. En toen hebben we samen een huisje gehuurd. Ik geloof dat het €150 per maand kostte. Maar ik begrijp ook wel waarom, want echt, het was zo vies en zo oud. We hebben zelf nog we huurden het, maar het was zo vies. En de huurbaas zei van, ja, je krijgt het hoe je het krijgt. En ik doe er niks aan. Hebben we zelf nog de douche betegeld. Want het was gewoon, ja, dat was gewoon te goor voor woorden. Zat er tapijt op de douche of zo? Ja, het zag eruit als tapijt. Ik denk niet dat het tapijt was, maar het groeide uit zichzelf. Soms doen ze dat in Frankrijk toch wel eens. Ik heb wel eens in Valtonen een appartement gezeten. Daar hadden ze hoogpollig tapijt in de badkamer. Ja, dat is verschrikkelijk. Nee, dat is verschrikkelijk. Ik heb ook in een ander huis dat ik in Frankrijk heb gehad, hadden ze niet watervast parket in de badkamer. Maar ook stapte je dan de badkamer en dan golfde het parket helemaal. Ja. Maar toen heb ik daar, de maden kwamen uit de muur. Dat was echt super, super goor. Maar ja, we hadden amper geld en we wilden skiën. Ja. Dus ja, dan is €150 per maand. Een beetje traditionele skibum verhaal. Dus alleen maar om te skiën. We waren toch alleen maar buiten. Dus we zorgden van, ja, onze slaapkamers waren redelijk schoon. Ja, de rest zo goed als zo kwaad als het ging. Ja. En hoe verdiende je toen je geld dan? Kleine klusjes in skiwinkels. In de drukste periodes hielp ik mee bij skiwinkels, dat soort werk. Dus dat was echt gewoon, je verdiende wat je nodig had om te overleven, zeg maar. Ja. En ook echt niks meer dan overleven. We kochten de goedkoopste pasta in de winkel. Echt al gingen we ook al kochten we lekker biertje, dan was dat een luxe. Echt alleen maar om te skiën en om te klimmen. Echt super gaaf. 'S Ochtends vroeg skiën, 's middags naar een waterval, toen aan een waterval beklimmen. 'S Avonds laat nog weer een keertje skiën. Gewoon, het was alleen maar dat eigenlijk. Dus dat was eigenlijk wel het moment ook dat in Valuise dat je dacht van oké, dit is een regio waar ik wil blijven. Zeker, maar ik had wel meteen ook, begreep ook wel meteen dat het niet, ik vond het geweldig om te doen, maar het was wel nog een soort van vakantie tot het extreme doorgetrokken. Ik wilde wel iets meer uit er allemaal uithalen of uit mijn leven halen. Want zo leven is natuurlijk geen in. Heeft niet echt een. Heeft ook weer niet het toekomstperspectief wat ik graag zag. Ik vond het geweldig. En toen had ik het idee, nou, dan wil ik misschien wel gids worden. Dus dat was wel een soort van goed excuus om op diezelfde manier door te kunnen blijven leven met een soort toekomstplan. Ja. En dus veel skiën en veel klimmen. Maar ik wilde wel, ja, het was geweldig, maar ik wilde iets meer dan dat. En hoe heb je dat dan uiteindelijk, want er moet een keer, er is zo'n realisatiemoment dat je denkt van ja oké, ik heb nu de keuze gemaakt om in Frankrijk te gaan wonen. Ik heb een busje, daar woon ik niet meer in, maar ik woon in een huis waar de maden uit de muur komen. En we leven nog steeds eigenlijk van de goedkoopste pasta's. Maar wanneer is er een moment geweest dat je dacht van oké, weet je, ik wil hier wel definitief. Want ik kan me ook voorstellen dat je na 2 jaar zoiets gedaan te hebben denkt van ja oké, dit is ook weer mooi geweest, ik ga weer wat anders doen. Nee, het was voor mij eigenlijk echt wel continu. Sorry. Ik heb een coronatest gedaan hoor, dus ondanks dat ik het hoest. Nee, het was voor mij heel snel duidelijk dat ik in Frankrijk wilde wonen. Ja. En ik heb eigenlijk nooit echt het moment gehad, oké, nu is er keuze, ik blijf er wonen. Het was eigenlijk altijd meteen, nee, ik blijf er gewoon wonen. Ja. Dus dan, maar op een gegeven moment, dan kan je blijven wonen, maar dan is er wel een moment voor dat je denkt van, ik wil uit dat huis met die maten. Toch? Lijkt mij. Ik kreeg toen een relatie met Sandra. En dat maakt ook wel, kijk, je hebt natuurlijk weinig zin om je vriendin mee te nemen. Hoe moet dan? Want zij was een hele goede skiester van de skiclub. En die zag jou lekker stuntelen met je ijsbeilen. Nee, ik had verdwaalde Nederlander die daar. Ik was met haar zus geworden. Oh. En haar zus die ging toerskiën. En toen zei ze, ga je mee toerskiën? Toen zei ik, ja, ik wil wel mee. Ja, maar mijn zusje gaat ook mee. Ik zeg, nou, dat is toch prima? Ja, natuurlijk. Ja, ik vond dat natuurlijk prima. Ik vond dat helemaal prima. En dat klikte eigenlijk wel vrijwel meteen.
En toen zei Sandra van, ja, ik heb nog nooit ijswaterval geklommen. Ik dacht, nou, als je een keer wel ijswaterval klimmen, dan kan je wel mee. Ja. Oh, daar zit ook nog een heel verhaal aan. Dan ging ze, waren we gaan ijsklimmen en ik had toen gezegd van, je weet toch hoe alles werkt? Een meisje uit de Alpen, dus ik weet alles hoe het werkt. Maar ik had haar op een iets andere manier hele afdaalapparaten klaargemaakt dan dat zij was gewend. En ze haalde iets los, maar ze haalde het verkeerde los. En toen is ze 10 meter naar beneden gevallen. Heeft ze de enkel gebroken. Met een gebroken enkel naar het ziekenhuis en een heel verhaal. Het is eigenlijk een wonder dat ze bij me is gebleven. Dat is eigenlijk een soort van jullie eerste date geweest van een jaar. Waarin jullie elkaar bijna dood hebben laten vallen. Ja. Zeg maar. En sinds die tijd hebben we dat al vaker geprobeerd. Ja. Ja, dat is wel echt. Dan zag ze het wel in je zitten. Ja. Ja. Maar oké, dus toen heb je haar ontmoet, maar dan nog, je moet op een gegeven moment, je moet wat meer geld verdienen dan zeg maar de minimumloon waar je toen mee bezig was. Ja, toen ben ik eigenlijk dus in skiwinkels gaan werken, gewoon wat vaster, dus niet alleen op de donderdagavonden of niet alleen, dus dan kreeg ik een vaste aanstelling voor de hele winter of dat soort werk. En ik maakte altijd al foto's. Het lukte steeds meer om foto's te verkopen af en toe aan een tijdschrift. Ja, toen was voor mij een paar honderd euro was echt geweldig. Dat ik eens weet je wel, dat wil ik wel meer doen. Ja. En dan ben ik foto's gaan verkopen. Ik had een eigen blog waar ik van alles en nog wat over bergsporten schreef. En toen is Martijn van Wintersporters is toen een keer naar me toegekomen. Zegt, wil je niet op onze website bloggen? Ja, toen ben ik daar veel meer in gerold in het bloggen op wintersporters.nl, wat nu wintersport.nl is geworden. En de lokale VVV zagen me ook meer staan met de foto's die ik maakte, dus die wilden foto's kopen. En toen kon ik eigenlijk dus gewoon, daar vond ik eigenlijk echt wel mijn weg in. Gewoon wel nadenken en wel een soort van intelligent bezig zijn, weet je wel. Gewoon nadenken over wat je schrijft, leuke dingen opzoeken, een beetje blogger of journalist spelen. En tegelijkertijd lekker skiën. En dat vind ik echt geweldig. Want het is niet alleen maar het skiën. En het is niet alleen maar achter je computer zitten. Ja. Want wanneer was dat? Dat je daar echt een beetje mee begon? Zeg maar, met echt een beetje met fotografie? Fotografie heel lang. Ook omdat ik als alpinist gesponsord werd. Dus dan worden er ook foto's teruggevraagd. En je kan in zo'n grote Noordwand natuurlijk. Tenminste kon ik geen fotografen meenemen. Dus dan moet je het zelf doen. Ja. En dus dat deed ik al heel lang en dat vond ik altijd al heel erg leuk. Maar dat ik daar echt, dat is denk ik 2004, 2005 dat ik er echt mee begon. En vanaf 2009 doe ik alleen maar foto's en bloggen. Hoe kwam het dan dat je in die periode gesponsord werd? Hoe werkte dat in die tijd? Dat was eigenlijk voor die expeditie, dat is een groot woord, voor die reis naar Zuid-Amerika. Toen heb ik het gewoon gevraagd aan verschillende bedrijven. En daar kreeg ik dus een ja-antwoord op. En daarna kwam het eigenlijk gewoon heel goed bij elkaar. Toen werd ik gesponsord door Mammoet. En die zeiden van daarna eigenlijk van we beginnen met een nieuw sponsorconcept. En we willen graag dat je bij ons blijft. Ja. En daar heb ik jarenlang met veel plezier kleding en spullen van gehad. En een hele goede band mee gehouden. Ja. Dus dat is gewoon, dat liep gewoon helemaal eigenlijk heel soepel. Ja, precies. En op een gegeven moment dus ook echt het schrijven voor de wintersport, voor wintersporters toen. Ja, dat was echt geweldig. En wanneer was dat, dat Martijn naar toe kwam? Ja, als ik zo, dat zou 2004 geweest zijn, 2005 misschien, kan dat? Ja, dat zou zoiets geweest zijn. Ja. En de eerste jaren heb ik dat nog een beetje half samen met het in de skiwinkel gedaan. Dus dan stond ik in de skiwinkel tussen de middag skiën of dingetjes opnemen of foto's maken voor de website en 's avonds schrijven. Ja, we waren echt hele volle dagen. En toen dacht ik eigenlijk van ik ben eigenlijk ook gek ook. Want waarom zou ik nog in die skiwinkel blijven werken? Ja. Dus dat was de ultieme combi tussen... Ja, en nog steeds. En nog steeds. Ik zou voor geen goud willen wissen. Ja, er is eigenlijk in 14 jaar in de basis niks meer veranderd. Behalve dat je natuurlijk niet meer in een huis met maten woont. Nee, ik woon in een heel fijn prettig huisje midden in de open. Ja. En zeker. Ja. Dat is allemaal gewoon helemaal veranderd. Ja. Ja. Hey, hoe zien jouw zomers eruit? Want je woont in de Alpen, maar ja, goed, hè, in de zomer. Want je zei net natuurlijk van klimmen is toch wel gevaarlijk. Of
Maar klim je nog steeds heel veel in de zomer? Nee, en ook nee ik zou heel graag een ander antwoord willen geven. Want ik vind klimmen nog steeds echt gaaf. Of rotsklimmen of alpinisme. Mm-hmm. Maar ik heb ook 2 kleine kinderen. En dan is het gewoon, kost het veel tijd. Ja, alpinisme kost heel veel tijd. Rotsklimmen kost heel veel tijd. Dus in de zomer zit ik veel op de racefiets als conditietraining. En heel veel op de mountainbike. Omdat ik dat geweldig vind. Dat is echt een beetje het tourski gevoel. Dat is in ieder geval qua sporten. En en ik ben ook heel veel met mijn kinderen onderweg, wat ik ook echt heel leuk vind. Lekker in de bergen wandelen, ravotten, spelen. Dat doe ik ook heel graag in de winter, in de zomer. Nee, want dat fietsen, want je hebt ook daar een website natuurlijk in de zomer. Ja. Climbfinder, ja. Waarbij alle Alpenkolk eigenlijk vergeleken worden. Wij hebben van de zomer ook nog wel een beetje gefietst. Je kon me net niet bijhouden. Dat was een beetje jammer. Dat viel een beetje tegen. Het was natuurlijk weer vreselijk. Want ik was dus afgelopen zomer bij Rogier een paar dagen. En je weet gewoon dat je geslacht gaat worden. Ja, dat het eventjes natuurlijk, en dat begrijp ik, even dit is mij, je komt bij mij bezoek, het is mijn regio. Ik laat toch eventjes zien wie de baas is. Nou had ik ook geen enkele illusie of pretentie dat ik jou bij kon houden. Maar we gingen dus weg, we stapten op de fiets. En toen zei jij, je gaf mij eigenlijk een keuze, wat eigenlijk helemaal geen keuze was. Ja, we kunnen hier zo nu linksaf de Route Nationale op. Ja, dat is eigenlijk een hele drukke, saaie weg. Ja, of we gaan hier naar rechts. Ja, dat is wel meteen even een pittig klimmetje. Maar heb je wel een mooie klim en een mooie afdaling. Dus eigenlijk was het geen keuze. Want laten we dan die klim maar doen. En ik denk dat we koud 2 kilometer op de fiets zaten vanaf jouw huis. En dat ging meteen met... Dat rot ding? Ja, dat was voor mij continu tussen de 11 en de 15% voor 2 kilometer lang. Ja. Zonder een bocht. Zonder een bocht. Ja, echt verschrikkelijk. Dat was een verschrikkelijk ding, joh. Dus dat was, ik kwam werkelijk waar nog geen 8 uur. Daarvoor was ik, de reis zat nog in mijn benen. Toen kreeg ik dat meteen voor mijn kiezen. En we gingen een rondje van 100 kilometer doen over de Izoard. En na 3 kilometer dacht jij van nou... Na 4 kilometer ging ik half kotsend over mijn stuur. Toen dacht ik van, oh jee, als dit de dag wordt, dan word ik echt helemaal kapot gemaakt door jou. Ja, dat was je goed voor elkaar. Dus het is wel echt een fantastische regio waar je woont. En het is voor veel Nederlanders natuurlijk best wel... een stukje rijden, maar het is wel de moeite waard. Je kan natuurlijk in de winter heel veel toffe dingen doen. Ja. Gaan we het straks daarover hebben. Maar ja, echt in de zomer. In de winter zijn een heleboel plekken in de Alpen echt wel geweldig. Maar in de zomer hebben wij gewoon zulk geweldig weer. Je hebt echt het gevoel dat je in het zuiden zit. En dat vind ik wel heel lekker. Gewoon, ja. En als je ietsjes, bij mij een half uurtje rijden, zit je bij het Lac de Serpenton. Waar je kan wakesurfen, waar je kan waterskiën, waar je kan zwemmen. Geweldig, we hebben daar ook gefietst. Jij vond het ook een geweldige plek. Fantastisch. En bijna een boot gehuurd. Ja, we hadden geweldige plannen. We hadden bedacht, we gaan de boot huren, champagnefles, mooie vrouwen springen bij ons op het boot. Ja, ja. Maar uiteindelijk zaten we met lauwe cola op een waterfiets. Ja, dat zou zijn. Ja, waar ging het mis? Nee, dit is niet goed. Nee, maar ik vind het... ik kan me in de winter voorstellen dat ik op een heleboel plekken in de Alpen leef. Maar in de zomer is het voor mij misschien wel de beste plek. Hey, en kijk, voor veel mensen die dit luisteren, is dit een soort van de droom. Weet je, je bent je passie achterna gegaan. Je hebt een keuze gemaakt. Je woont in de Alpen. Je bent daar helemaal op je plek. Ik vind ook als jij, we zijn nu in Rotterdam, als jij hier door de stad loopt, het ziet er ook gek uit. Je hoort hier niet. Je hoort niet in de stad, snap je? Dat gevoel heb ik zelf ook. Ja, nee, maar dus dat je hebt in alle opzichten denk ik echt. Maar wat zou je mensen die dit, die nog, ik vind mezelf ook nog jong, maar mensen die nog jong zijn, joh, en die willen dit ook, wat zou je die nou adviseren? Dat is wel lastig. Ik heb deze vraag heel vaak gehad en ik krijg nog steeds best wel veel mailtjes erover van mensen die dit graag willen doen. Eén ding, je kan het allemaal niet te hard van tevoren plannen, want dat is typisch Nederlands denk ik en dat werkt zeker ook in een Frankrijk niet. Wat denk ik heel belangrijk is om te weten is dat je er niet, en dat kan je ook in Ik Vertrek zien en zo, het is geen garantie om, je wordt niet ergens anders gelukkig. Als je het in Nederland allemaal niet redt, dan ga je het in het buitenland zeker niet redden. Maar als je echt naar het buitenland wil, dan moet je het gewoon doen en dan moet je gewoon zorgen dat je de basisdingen goed geregeld hebt. Verzekeringen, de ziektekosten, dat klinkt eigenlijk heel saai. Maar ja, zeker als je sporten doet die wij doen, dan heb je best wel een kans om je been te breken. Mm. En dan kan, als je dat slecht geregeld hebt, dan kan een gebroken been de rest van je leven je hele grote problemen opleveren. Als je dat er niet kan betalen of wat dan ook, dan kan je, ondanks dat we in Europa leven, dan kan dat ingewikkeld zijn. Mm-hmm. Dus regel dat goed en daarna gewoon gaan. En dan hoef je ook niet meteen het werk te doen, je kan het zelf opbouwen. Je moet gewoon zorgen dat je...
lekker opbouwt. Het werkt heel goed om te werken. Dat vinden mensen in de Alpen in ieder geval prettig. Al werk jij in een dorp, dan krijg je automatisch meer respect van mensen. Want mensen vinden het niet fijn als je er gewoon maar komt wonen en je doet niks. Ja. En als je er gewoon in het, je moet wel bijdragen eigenlijk. Bijdragen. Een vriend van mij is bij de brandweer gegaan, een Nederlander. Bij de lokale brandweer. Nou, dat soort dingen werken echt heel goed. Ja. Dus niet alleen maar met Nederlanders daar omgaan, want dat heb je ook van die groepen. Maar gewoon lekker opgaan in het buitenland. En juist ik vind dat ook leuk. Ik ga niet naar het buitenland om daar... Natuurlijk doe ik veel met Nederlanders die er ook in de buurt wonen. Maar ik ga er niet heen om met Nederlanders op te trekken. Ik ga erheen om daar te wonen. Ja. En ik denk als je die instelling hebt... Gaat het bijna altijd wel goed. Nou, noem eens wat wezenlijke verschillen tussen de Fransen en de Nederlanders. Je woont hier nu bijna 20 jaar. En je kent het klappen van de zweep inmiddels. We maken vaak grappen natuurlijk over stakingen en dat soort dingen. En de Franse slag natuurlijk. En... Fransen zijn wel, dat klopt wel. Fransen zijn wel wat losser. Zijn wel wat, de omgang in Frankrijk is heel belangrijk. De sociale contacten zijn heel belangrijk. In Nederland ook. Maar in Frankrijk wordt er echt wel tijd voor genomen. En wat ook echt wel een verschil, tenminste wat familie van mij wel eens zegt, is dat er bij mij thuis altijd mensen over de vloer komen. Gewoon die bellen aan, die komen aan zonder afspraken. Dus ik heb ook regelmatig dat mensen gewoon een biertje komen drinken zonder dat je dat van tevoren afspreekt. Uh-huh. En natuurlijk gebeurt het in Nederland bij sommige mensen ook, maar het is toch wel wat anders. Weet je, het kan zo gebeuren dat iemand aanbelt en dat hij mee blijft eten en 's avonds nog een biertje meedrinkt. En ik heb het idee dat het in Nederland toch wel vaker met een afspraak gaat, dat soort dingen. Ja. Dus dat is wel wat opener en wel wat vrijer. In de bergdalen is ook een groot verschil dat maar heel weinig mensen van echt een 9-tot-5 banen hebben. In de winter wel, want ze is een skileraar, werken ze in een skiwinkel. Maar het is niet het hele jaar door, 5 dagen in de week, 9-tot-5. Er zit veel meer wisseling in vrijheid in dat opzicht. Dus dat is wel echt een groot verschil, denk ik. Ja. En hoe ging je die omgangsvormen dan bijvoorbeeld met, laten we zeggen, met de moeder van je vrouw? Merk je daar in het begin dan, is dat, want in Nederland is dat misschien best los... Maar hoe gaat dat dan? Is dat dan ook gewoon wat formeler of zo? Of, hoe bedoel je dat ik met hoe ik met haar omging? Ja, met je schoonmoeder, zeg maar. Dat is dat dan, omdat jij misschien. Dat is juist het tegenovergestelde. Voetvoyeren. Absoluut niet. Juist niet. Ah. Juist niet. En juist niet. Nou, dat is trouwens ook nog wel een grappig verhaal. Ik kwam daar de eerste keer dat ik bij Sandra thuis mee ging eten. Ja, je had net de enkel gebroken. Ik had net de enkel gebroken, inderdaad. Ik had er bijna dood laten vallen. Toen ging ik bij haar mee eten. Toen mocht je naar de moeder. Toen mocht ik naar de moeder mee. Ja, de moeder, de vader, de zus. En ik was vegetarisch toen. Ik had geen vlees. Ja. En inmiddels eet je wel vlees. Inmiddels eet ik vlees, want dat komt nu. Oké. Ik kwam daar aan en ik kom in een Frans huis. Ik sprak nog niet zo heel goed Frans. Er wordt snel gesproken, ook een beetje lokaal dialect, dat best wel ingewikkeld is om te volgen. En ik kom daar dus thuis. En wat staat er op tafel? Een enorme pan vleesfondue. En wat ga je dan zeggen met de vader die daar... Vader die jaagt, die 3-dubbelloops jachtgeweer aan de muur heeft hangen. En, echt een typische Fransman. Ja, en jij had ook net de enkel van zijn dochter gebroken. Precies. Ja. En ik zat daar. Ja, dan ga ik natuurlijk niet zeggen. Ja, heeft u misschien ook een vegaburger voor me? Dus toen heb ik daar maar gewoon lekker mee vlees van duwt. En de zus van Sandra, die wist dat ik vegetarisch was. En die zat tegenover me en die hield het niet van het lachen. Dat ik dus daar... ondertussen heb ik dus weer gewoon vlees. Ja. Ja, maar je jaagt niet. Nee. Niet zeg maar dat je af en toe... Ik heb op zich geen, tenminste... ik heb een probleem... ik zou niet zo snel gaan jagen. Ik heb niet zoveel probleem dat ze beesten doodschieten. Maar dat ze af en toe aan de mountainbiker neerknallen, dat vind ik wat... Dat is wat minder. Ja, dat vind ik wat minder. Ja, dat snap ik. Goed man. Hey, we gaan het zo hebben over de regio waar je woont. Ja, tot, veel plezier. Want daar gaan we natuurlijk even goed in op de ins en outs waar... De mooie afdalingen te vinden zijn, wat de toffe gebieden zijn in dat deel van de Franse Alpen. Ja. Dus ik vond het toppig hier. Volgens mij hebben we jouw levensverhaal tot nu toe wel redelijk eventjes de revue laten passeren. Dus laten we dadelijk lekker verder gaan praten in de volgende aflevering. Met een paar goede tips voor de beste poeder bij mij.